van Haken. We gaan vandaag een randje om de wafelmuts haken. En dit is dus de wafelmuts. Ik hoop dat je het kan zien zo. Ik heb hem hier trouwens. Ik zet hem nu even niet op, want het is weer, het begint al lekker weer te worden. Maar het is een heerlijke warme wafelmuts. En dit randje, dit hebben we nog niet gehaakt. Maar eerst wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen Kan Haken. De duimpjes omhoog en abonneren. Er komt nog heel veel leuke nieuwe video's aan. De nieuwste die wordt hopelijk dadelijk de rainbow sweater. Maar nu gaan we eerst dit leuke, ja of leuk, het is gewoon een randje. Maar ja, ik heb wel de wafelmuts gefilmd, deze. Maar het randje die moest ik nog filmen. Dus dat randje, ja, dat is heel eenvoudig. En het is ook wel handig om een randje aan de muts te haken. Want bij mij sloot hij net niet lekker, zeg maar, lekker vast dat hij lekker op je hoofd zit. En toen heb ik een beetje geminderd. En daardoor sluit deze muts ook heel lekker om je hoofd heen. Maar nou, in ieder geval, ik zou zeggen, we gaan lekker haken weer. En ik zou zeggen, duimpjes omhoog, abonneren, want er komen echt heel veel leuke video's nog aan. De volgende video, dat wordt hopelijk de rainbow sweater. Ik zou zeggen, haak lekker mee. Ik leg het heel rustig uit, zodat ja, iedereen kan haken. Tot zo! We gaan beginnen aan het randje voor de wafelmuts. En de wafelmuts, die staat op YouTube. Die kan je vinden onder YouTube. Iedereen kan haken wafelmuts. Ik heb nu haaknaald nummer 6. En we gaan beginnen. Ik pak even de schaar. Je hebt haaknaald nummer 6 en een schaartje nodig. En ik heb die wafelmuts in het zeegroen gehaakt en in het zwart. En hier heb ik dus het randje omgehaakt. En er werd ook gevraagd om een randje te filmen. En het randje haak ik even om de zeegroene muts, want de zwarte muts, ja, die heb ik natuurlijk al klaar. Je maakt een opzetlus en je steekt je haaknaald erdoor. Dat kan je gewoon doen van een restje wol. En welke kleur, ja, dat mag je zelf weten. En ik kijk even naar het voorbeeld. En ik heb echt heel simpel eigenlijk een randje gehaakt. En omdat dit zwart is, is het moeilijk te zien, maar ik ben echt van laag naar hoog gegaan. Maar je steekt dus, je houdt je werk aan de goede kant, dus je muts, en je steekt dus in bij de nieuwe toer. Het korte draadje laat je lekker aan de zijkant. Zie je, dus je maakt een opzetlus, je steekt je haaknaald erdoor en dan pak je gewoon de eerste steek. Je slaat de draad om je haaknaald en je haalt je draad door en omslaan door twee lussen. Kijk, en dan trek je even aan de begindraad, dat het goed lekker strak zit. En dan heb je eigenlijk al je eerste vaste te pakken. Dan gaan we met een halve stokje omhoog, omslaan door 3. Dan gaan we een gewoon stokje in de volgende steek zetten, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan gaan we een dubbel stokje haken en dan gaan we in de volgende steek doen. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2.
dan een gewoon stokje weer insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan gaan we weer naar beneden, dus met een half stokje omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3 lussen en dan weer een vaste. Zie je, dan krijg je ook echt een golfje, een boogje, en doordat je die vast hebt gaan we daarna weer met een half stokje, een dubbel stokje en dan ga je weer terug met een stokje, een half stokje, een vaste. Dus we hebben nu die vaste gedaan, dan gaan we nu een half stokje doen, een gewoon stokje, en een dubbel stokje, dus dat is 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2 en een gewoon stokje, en een half stokje, en een vaste. Kijk, en dan krijg je een randje wat een beetje zo hier zo golft. Kijk, ik kan het ook nog even uitleggen dat je nog even gaat minderen. Dus je pakt je draad om en je gaat 1 steek insteken. Je haalt je draad op en je pakt de volgende steek. Dan ga je insteken en je haalt je draad op. En dan ga je door alle 4 de lussen. En dan heb je even 1 steekje geminderd. Kijk, en dan heb je hier dus het halve stokje gehaakt. En dan ga je het gewone stokje doen. Een dubbele stokje. En weer het gewone stokje. En weer het halve stokje gaan we minderen, insteken, draad ophalen, de volgende draad ophalen en door alle 4 de lussen en een vaste. Kijk, dan minder je en dan kan je ook eventjes je muts passen hoe dat die zit, want hij moet natuurlijk lekker aansluiten aan je op je hoofd en daardoor heb ik ook wel eens ja gewoon van 2 steken 1 steek gehaakt en dan ga je lekker zo deze hele toer afmaken. Wat je wil je minderen dat die iets strakker zit, dan doe je het zo via die halve stokjes en dan ga je even zo de hele toer afmaken. Dus je maakt weer een half stokje, ga je minderen, een gewoon stokje, een dubbel stokje, een gewoon stokje en weer een half stokje minderen, en weer een vaste. Ja. Je kan ook zeggen ik maak eerst even een toer vaste en dan ga ik dit even uithalen en dan ga ik eerst uitleggen hoe je de toer vaste doet en dan sluit het ook mooi aan. Kijk, je houdt gewoon je begin vaste aan en dan ga je eerst in elke steek een vaste zetten nog voordat je dus de rand erom gaat haken. Kijk, dan maak je eerst eigenlijk een soort basis, dus je gaat eerst eventjes alleen maar vast haken en dan zie ik je
Op het eind zie ik je weer terug. Tot zo. Kijk, en als je dan de hele toer gedaan hebt, dan zie je gewoon dat je hier wel een mindering hebt, maar dat valt bijna niet op. Dat is ook heel leuk dat je alleen zegt, nou, ik wil alleen maar een randje vaste. En dan gaan we nu de toer, de laatste steek ik nog even pakken en de toer sluiten met een halve vaste. Je haalt je draad op en door de lus. En dan beginnen we nu weer met een randje, met één losse begin je de toer. En dan beginnen we de eerste steek met een vaste, dan een halve, half stokje, dat is één keer omslaan, draad omslaan door drie lussen, dan een gewoon stokje, omslaan door twee, omslaan door twee, en dan pakken we een dubbel stokje. Kijk, en dan krijg je ook echt dat het mooi omhoog gaat lopen, dus twee keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, dan een gewoon stokje, dus dan gaan we weer terug uit, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, zie je, dan krijg je dadelijk een beetje een golf effect, dan een half stokje, omslaan door 3 lussen en dan weer een vaste, dus insteken, draad ophalen en dan omslaan door 2, dat is een vaste. Kijk, en dit herhaalt zich iedere keer en ik vind zelf dit randje mooier doordat je eerst een rij vaste hebt gemaakt, dus dit herhaal je heel de tijd, je gaat weer een half stokje, een stokje, een dubbel stokje, een gewoon stokje, een half stokje en een vaste. Nou, doe ik het nog één keer mee, een half stokje, een gewoon stokje, een dubbel stokje, een gewoon stokje, een half stokje, en een vaste. Zie je dat je dan heel leuk een golfrandje krijgt? Dan gaan we eventjes heel deze toer zo afmaken. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer en je ziet ook dat de muts ook een heel leuk golfrandje heeft gekregen nu. En ja, ik vind het zelf mooier doordat er ook een eerste rij een toervaste op zit. Maar als je goed kijkt, dan, ja, dan zie je gewoon hier die hele golf erin en dat is gewoon echt leuk bij die muts. En dan gaan we nu dus de toer sluiten. Ik zie dat ik hier geëindigd ben met een dubbel en een gewoon stokje, dan maak ik nog even een half stokje, dat is door 3 lussen, en dan gaan we de toer sluiten met een half vaste. Je pakt je schaar, knipt af en je haalt hem door de lus en je werkt je draadje aan de binnenzijde af. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier van je wafelmuts en je ziet deze heb ik ook al af, dus ik zou zeggen heel veel plezier ermee en ik zou zeggen ja, tot de volgende video, graag de duimpjes omhoog, abonneren, op mijn foto klikken en dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.